Komt-ie. Zo. Huppakee. Oh ja, dat gaat goed. Let op. En dan nu moeten we hem hier bovenin krijgen. Let op. Dit is spannend. Draaien we hem. Dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken. We gaan vandaag weer iets gaafs van Play-Doh uitpakken. Namelijk deze oranje graafmachine en bulldozer. Ja, moet jullie eens even kijken. Maar dat is niet alles, jongens en meisjes. We gaan ook naar een echte graafmachine kijken bij de speelgoedmeneer thuis. Ja, afgelopen week was er ook een oranje graafmachine bij de speelgoedmeneer in zijn tuin. Dus voordat we deze doos nou gaan openmaken, jongens en meisjes, kijken jullie heel even mee naar de graafmachine bij de speelgoedmeneer thuis. En daarna gaan we deze openmaken. Zo, kijk eens, jongens en meisjes. Bij de speelgoedmeneer voor zijn huis was ook gewoon een echte graafmachine. En je ziet die meneer daar in dat oranje jasje in de graafmachine zitten. En dan gaat hij zo al dat zand van die berg gaat hij wegscheppen. Want daarnaast ligt namelijk een hele diepe kuil. En dan gaat hij al dat zand gaat hij daarin gooien. En kijk eens, want er staat ook nog een meneer bij. En die heeft een schep en die helpt ook een beetje mee. Met alle kleine beetje restjes zand die overblijven, die schept de meneer met een schep erin. Hé, hey, grappig hè? Dat is leuk. Maar dan is het nu tijd voor de echte graafmachine van Play-Doh, jongens en meisjes. Zo, eens even kijken. Laten we die eens even losmaken. Kijk, dat dacht ik al. Zo, dit zit met een touwtje vast aan de onderkant. Dat maken we even los. Zo. Zo, eens even kijken. Dit ziet er gaaf uit, jongens en meisjes. Kijk even, dit kan ook echt bewegen. Oh, wat gaaf. Even kijken hoor. Oh, kijk, en als we hierop drukken hierboven, dan gaat die open en dicht. Wauw, hé. Hier kunnen we nog aan draaien. Ik ben benieuwd, dan kunnen we dit zeker uithalen. Oh, zo, kijk even. Oh, oh. Ah, dan kunnen we hier de Play-Doh in doen en dan draaien. Nou, wat gaaf zeg. Heel cool. Oké, okay. Oh, dat komt dan hieruit. Nou, heel mooi. Ah, en dat gaan we hier bovenin stoppen. Zie je dat? Oké, okay. Maar we hebben nog meer. Laten we dit hier eens even allemaal uithalen. Zo, hier hebben we twee kleurtjes Play-Doh. Kennen jullie deze kleuren nog, jongens en meisjes? Dit is de kleur geel, heel goed. En dit de kleur blauw. Goed zo, geel en blauw. Oh, kijk eens even, jongens en meisjes. Wat hebben we hier? Oh, het gaat er moeilijk uit, maar kijk even. Dit is het Play-Doh zand. Oh, ik wil hem meteen even openmaken. Kijk nou toch, oh ja. Is een beetje hard. Wow. Oh ja, dit voelt net als zand. Oh, wat gaaf dit. Kijk nou toch. En als je het zo... Ja, kijk, dan brokkelt het helemaal. Oh, wat leuk. Heel gaaf. Nou, daar gaan we zo mee spelen, jongens en meisjes. Heel leuk. Dan nog even dit balletje eruit. Zo. En dan deze nog even. Ah, daar kunnen we straks stenen mee maken. Oh, wat leuk dit. Oké, jongens en meisjes. Laten we eens even beginnen met een steen te maken. Van dit super Play-Doh cent. Echt heel gaaf. Zo, pakken we even een beetje. Nou, dan gaan we kijken hoor. Doen we dat hierin. Even kijken. Oh, er moet nog iets meer bij. Zo. Oh, dit voelt ook echt als zand. Maar het blijft toch aan elkaar plakken. Misschien heb jij hier thuis wel eens mee gespeeld. Maar ik kende dit eigenlijk nog niet. Heel erg leuk dit. Zo, nog een beetje erbij. Wow. Oh, dit voelt echt lekker. Oké, ik ga hem er even bovenop zetten. Komt-ie. Halen we dit weg. Zo. Oké. Let op. Gaan we eens even kijken. Maken we hem open? Oh ja. Oh, daar hebben we onze Play-Doh steen. Nou, wat gaaf dit. Die leggen we even hier neer. Want ik wil er nog eentje maken. Want deze gaan we straks met de graafmachine optillen en tot zand vermalen. Echt heel leuk.
Weet je wel, hier zo. Gaan we hier zo aan draaien. Dus let op, we pakken nog een beetje. Zo. Nog een beetje erbij. Zo. Het kruimelt wel een beetje, maar ja, dat kan je heel makkelijk opruimen, want het plakt ook wel weer makkelijk. Nou, echt leuk spul dit. Komt-ie, ik ga het even aanduwen zo. Halen we dit hier aan de zijkant weg. Nou, dat kennen jullie al wel een beetje, hè? Zo. Oké, nou. Maken we hem weer open. En jongens en meisjes, vind je dit nou een leuke video? Druk even op het duimpje omhoog hier onderaan de video. Want kijk eens even, dat duimpje. Als je daarop drukt zo, kijk eens even, dan krijg je zelfs vuurwerk. Duimpje omhoog als je hem leuk vindt. En ben je nou nieuw op dit kanaal of nog geen abonnee? Kijk eens even, dan staat abonneren zo in het rood. Kijk maar eens onder je video. Is het rood? Druk er even op en dan ben je geabonneerd. Nou kom, we gaan snel verder. Wow, deze is ook mooi gelukt. Zo, even het randje eraf zo, huppakee. Oké, hebben we twee stenen, jongens en meisjes. Okay, dit vegen we even weg zo. Ik zag nog iets anders leuks. Van geel kunnen we ook nog een waarschuwingspion maken. Kijk, een pionnetje. Hier zien jullie dat. Dat is dichterbij, kijk. Nou, doe een beetje in de vorm van de pion. Zo, huppakee. Jullie weten hoe het werkt, hè? Dan druk je dat erin. Dan pak je een bolletje Play-Doh. En daar haal je het dan mee uit. Dan blijft hij mooi in de vorm. Kijk eens even. Oh ja, die is goed gelukt. Wow. Die zet ik hier even neer. Want dat pionnetje moet de mensen waarschuwen dat ze hier niet tegenaan botsen met de auto. Zullen we er nog eentje gaan maken? Kijk even, doen we er nog eentje. Kijk of die ook weer zo mooi lukt. Zo. Oké, druk een beetje aan. Een bolletje. Dan halen we die eruit. Komt die? Ja hoor, kijk even. Wow, die is ook al zo mooi. Die zetten we hiervoor. Oké, dames en heren. Kijk uit dat jullie niet met de auto hier tegenaan rijden. Dus wat gaan we doen? Eens even kijken. Dat is ook nog leuk. Een verkeersbord maken. Van kijk uit. Let op. Leggen we even op de grond. En die drukken we dan zo aan. Dat het een plat verkeersbord wordt. Let op. Zo. Kijk. Dat is één. Dan hadden we net blauw. En dan gaan we daar een uitroepteken op zetten. Dat hadden ze hier bij Play-Doh hadden ze dat ook gedaan. Dan maken we daar een streepje van. Zo. Kijk. Die leggen we daarop. En dan drukken we die een beetje aan. Zo. Dan pakken we nog een stukje Play-Doh. En dan maken we een bolletje weer van. Die draaien we even rond zo. Kijk. Die doen we eronder. En dat wordt het puntje. Kijk even. Hé. Hey. Een uitroepteken. En dan pakken we nog een stukje Play-Doh. Weer geel. En die gaan we erachter plakken. Want dan kunnen we het bord zo recht zetten. Kijk. Zo. Doe gewoon even. Kijk. Nog duidelijker. Kijk uit, dames en heren, hier niet tegenaan rijden. En dan is het nu tijd, jongens en meisjes, om de graafmachine erbij te pakken. En dan gaan we de rotsblokken optillen. En gaan we helemaal vermalen tot zand. Let op. Oké, jongens en meisjes, dan is het nu tijd om met de graafmachine de eerste steen op te pakken. Komt-ie. Zo. Huppakee. Oh ja, dat gaat goed. Let op. En dan nu moeten we hem hier bovenin krijgen. Let op. Dit is spannend. Draaien we hem. Ja, komt-ie. Oké, dat gaat goed. Maken we hem open. Wow, hey, kijk even. Maar hij moet er wel doorheen vallen. Dan gaan we hem een beetje helpen. Zo. Oké, hier nog een beetje. Zo. En dan, jongens en meisjes, gaan we hier aan draaien. En dan als het goed is, komt de zand aan de voorkant uit. Let op, gaan jullie eens even kijken? Ja hoor, kijk even. Hé, dat is leuk. Kan je zo je eigen zand maken? Moet je wel een beetje duwen aan de bovenkant? Hé, maar dit is leuk. Kijk nou toch.
Wow. Krijgen we gewoon echt zand? Eerst was het deze steen. Hebben we bovenin gedaan. En kijk eens even. Krijgen we zo dit zand? Hé, hey, wat leuk zeg. Echt heel grappig. Nog een beetje draaien. Zo, laatste beetje. Wow, hé, hey, dat is cool. Nou jongens en meisjes, kijk eens even. Dan kunnen we het zo op gaan ruimen. Zullen we die laatste er ook nog eens even bij gaan pakken? Komt die gaan even draaien. Pakken we de grijparm. Komt die, komt u maar. Doen we hem open. Ja, heel goed. Grijpen we hem. Oh, dat kunnen we nu al best wel goed. Kijk even. Bijna, ja. Draai ik hem weer even. Doen we hem open. Let op, hè. Huppakee, daar is die. Dan duwen we hem er weer even in. Kijk, dan moet je wel even een beetje zelf zo losmaken. Want anders krijg je hem er niet doorheen. Het is best wel stevig. Kijk. Zo, en als het goed is. Dan gaan we draaien en een beetje duwen aan de bovenkant. En kijk eens. Wow, wat cool dit. Heel gaaf. En dan draai je het er zo weer uit. En kan je weer verder spelen. En kan je er dus ook weer zo een steen van maken. Heel leuk, hè, jongens en meisjes. Nou, jongens en meisjes. En dan weten jullie het, hè. Dan is het nu tijd voor de groetjes. Oh ja, en volgen jullie mij al op Instagram? Kijk eens even hier onderaan de video. Onderaan de video staat het adres van de speelgoedmeneer. Het Instagram-adres. En dan kan je mij volgen. En daar deel ik allemaal leuke foto's van speelgoed. En dan doe ik af en toe een actie. Oké, jongens en meisjes. Dan is het nu tijd voor de groetjes. Ik wil graag de groetjes doen aan Vins van 3 jaar uit Etten-Leur. Fons van 6 jaar en Boet van 3 jaar uit Harderwijk. Gus van 4 jaar uit Vilvoorde in België. Nena Paimans van 3 jaar uit Gorle. Xander van 3 jaar. En jongens en meisjes, Xander wordt 12 mei 4 jaar. Alvast gefeliciteerd, Xander. Jenna van 7 jaar uit Zeist. En jongens en meisjes, over een paar dagen, 10 april, is Jenna jarig. Alvast gefeliciteerd. Dilano van 3 jaar en Alessia van 2 jaar uit Middelkerken. En jongens en meisjes, 11 april, dat is ook binnenkort, wordt Dilano 4 jaar. Alvast gefeliciteerd. En Dilano heeft ook een paar tips gegeven aan de speelgroep, meneer. Nou, die tips ga ik zeker meenemen, dankjewel. Malin van 5 jaar en Saga van 4 jaar uit Kontich, België. Vedra van 4 jaar uit Almere. James van 5 jaar uit Put. Tigo en Fedde uit Meppel. En Tigo en Fedde vinden het altijd superleuk om op zaterdag de video te kijken. Nou, goed om te horen. Floris van 3 jaar uit Zierikzee. Levin van 4 jaar uit Emmeloord en die is bijna 5 jaar. Alvast gefeliciteerd. Levin van 4 jaar en jongens en meisjes, eind deze maand wordt Levin 5 jaar. Alvast gefeliciteerd. En haar zusje Rosie is deze week 4 jaar geworden. Gefeliciteerd nog. En ze komen uit Emmeloord. Sarah en Lucas van 3 jaar uit Ede. Javano Schiphorst van 4 jaar uit Apeldoorn. En jongens en meisjes, want Javano is vandaag jarig. Hé, hey, gefeliciteerd. Mee Hanneke van 6 jaar uit Groningen. Joe van 69 en Anouka van 6 jaar uit Den Haag. Damien van 4 jaar uit Koudekerk aan de Rijn. En Mila van 2 jaar uit Koudekerk aan de Rijn. En Mila en Damien, jongens en meisjes, zijn broer en zus. Hé, hey, superleuk. Koen van 3 jaar uit Elburg. Noah Lijnse van 3 jaar uit Montfoort. Siem en Jip Splinter uit Nieuw-Vennep. Misha van Doorn van 4 jaar uit Oldebroek. Nijla van 3 jaar en ook het broertje Ziet. En jongens en meisjes, Nijla is vandaag 3 jaar geworden. Hé, hey, gefeliciteerd. Jake van 2 jaar uit Leiden. En jongens en meisjes, hij doet supergoed zijn best op school. Hé, hey, heel goed Jake, ga zo door. Ian van 3 jaar uit Bergen op Zoom. Revin van 3 jaar uit Oosterwolde. Casper van 5 jaar uit Leusden. Indy van 5 jaar uit Sappemeer. Boas de Bruyne van 4 jaar uit Middelburg. Rosa van 5 jaar en Lexa van 2 jaar uit Nieuwegein. Romee van 8 jaar uit Den Helder. Rob de Vogel van 3 jaar uit Alblasserdam. En hij is gek op Boomba. Nou, goed idee Rob. Misschien kan ik binnenkort wel weer een keer een Boomba-video maken.
Dave Hendricks van 6 jaar uit Putten. Sepp Eitler van 5 jaar uit Haarlem. En hij zegt, de speelgoedmeneer is de beste. Hey, superleuk om te horen, Sepp, dankjewel. Matteo van 3 jaar uit Tilburg. En Matteo is niet alleen fan van de speelgoedmeneer, ook zijn papa. Hey, superleuk dat je zo'n goede papa hebt, Matteo. Koen Vinken van 3 jaar uit Elburg. Joshua Jongsma van 5 jaar uit Finsterwolde. Charlie van 4 jaar en Riley van 2 jaar uit Rotterdam. En ze kijken al heel lang de video's van de speelgoedmeneer. Nou, superleuk om te horen. Jamie van 6 jaar uit Steenwijkerwold. Chelsea van 5 jaar en Denley van 4 jaar uit Den Haag. Sophia van 4 jaar uit Egmond. Nola van 3 jaar en Nout van 1 jaar uit Emmeloord. Senne Erkens van 9 jaar uit Koersel. Isa van 6 jaar uit Lommel in België. Esther van 3 jaar en Levi van 9 jaar uit Leimuiden. Luc van 4 jaar en Thijs van 2 jaar uit Steenwijk. William van 2 jaar uit Aalten. Jay Vis van 5 jaar. Luc van 3 jaar uit Gelderop. Jelte van 3 jaar uit Daalderveen. Eden van 4 jaar uit Apeldoorn. Milan van 2,5 uit Zoetermeer. Joost van 7 jaar. Gijs Brink van 3 jaar uit Rode. En jongens en meisjes, vorige week is Gijs aan zijn keel- en neusamandelen geopereerd. En hij kijkt al de hele week de video's van de speelgoedmeneer. Nou Gijs, extra beterschap voor jou. Ik hoop dat je je weer wat beter voelt na deze video. Niek van 5 jaar en Tess van 2 jaar uit Lichtenvoorde. Oké, jongens en meisjes. En heb ik nou niet jouw naam genoemd en wil jij volgende keer ook de groetjes krijgen? Vraag dan even aan je papa of mama of ze onderaan deze video via die link het formulier in willen vullen. En dan doe ik in de volgende video de groetjes aan jou. En jongens en meisjes, weten jullie wat extra leuk is? Aanstaande woensdag 13 april is er een extra video. Een Play-Doh video. Dan gaat de speelgoedmeneer namelijk een paashaas en een kuikentje maken van Play-Doh. Kijken jullie dan mee? Nou, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!